Deze transmissie is echt bedoeld voor als je herinneringen hebt aan traumatische ervaringen uit je kindertijd en die voor eens en voor altijd wel gaan aankijken en gaan transformeren. Daarom heet deze transmissie ook terug naar je kindertijd en staat ook bij traumatische situatie. Nu ga comfortabel liggen of zitten. Leg alle stoorzenders aan de kant en sluit je ogen. Focus op je ademhaling. Laat stress en spanning uit. Adem ontspanning in. En laat alle afspraken van vandaag, alle zorgen, alle to-do's even los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en rust. Want nu is het even tijd voor jezelf. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. Voel waar je benen en voeten met de aarde verbinden. Adem in en laat je buik boller worden. Adem uit via je mond. En doe dit zodat je in viertallen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende 3 tellen en blaas vervolgens zachtjes hoorbaar in 4 tellen weer uit. Ik vraag assistentie van je hogere zelf en je gidsen om je bij te staan bij deze healing en transmissie. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen betreden. Aartsengel Raphaël is aanwezig als aartsengel van de healing, samen met enkele lichtwezens van Arcturium. Ook de groene helende vlam is aanwezig om jouw emoties te transformeren en te healen. Ik vraag je hogere zelf om al jouw grondingskoorden aan te passen naar optimaal. Voel goede grondingskoorden in je voeten, ter hoogte van je basischakra, je hartchakra, en ter hoogte van je pijnappelklier gebalanceerd en geoptimaliseerd worden voor deze transmissie en je huidige energie. Wanneer je klaar bent, ga dan in gedachten terug naar de situatie waarin je jou als kind onveilig voelde. Zie de plek voor je. Voel de emoties die je toen had. Laat ze naar boven komen, maar weet dat je veilig bent waar je nu bent. De lichtwezens van Arcturië en aartsengel Raphaël staan naast je terwijl je terugreist in de tijd. Zie hoe jouw kleine kind zich onbegrepen voelt. Kijk als je grote huidige zelf naar je kleine kind. Wat zie je? Wat voel je? Wat hoor je? Wat ruik je? Tik je kleine kind om de schouder, zodat het ziet dat je hier bent. Laat het weten dat het niet alleen is en zeg dat jij er altijd bent. Leg je handen op het hart en stuur de gouden en groene vlam naar het hartchakra van je kleine kind. Jullie zijn verbonden via een gouden koord. En die koord verbindt jullie altijd, waardoor je kleine kind nooit alleen is. Je kleine kind voelt zich gesteund, gezien, gehoord door jou. Nu het weet dat je er altijd bent, voelt het zich krachtiger, wetende dat wat er ook gebeurt in de omgeving, het altijd controle heeft over zichzelf, over de eigen gevoelens en over de gedachten. Neem je kleine kind
in je armen. Geef een knuffel als het is wat het nodig heeft. En de groen-gouden vlam hield jullie en vult jullie energieveld en de volledige ruimte waar jullie je bevinden. Laat de herinneringen tot je volle bewustzijn komen. Details komen naar boven als dat is wat je nu nodig hebt. Laat alles er zijn zonder oordeel en blijf contact houden met je kleine kind. Laat het weten dat het dit niet alleen moet doen. Jullie werken samen voor jullie welzijn en geluk. Ik vraag je gidsen dat je niet alles opnieuw meemaakt, maar van op een afstand toe kan kijken. Eens je weet hoe jouw kleine kind zich voelt, help het dan zodat het zich beter voelt. Wat is er nodig? Wat wil het horen? Geef wat het nu nodig heeft. Laat het voelen dat het altijd beschermd is en het waard is om hier nu te zijn op aarde. Wanneer je kleine kind zich beter voelt, neem dan afscheid. Ik vraag je hogere zelf om alle trauma's en emoties die jou niet langer van dienst zijn, nu te transformeren in alle tijd en ruimte naar optimaal. Aartsengel Raphaël geeft samen met de lichtwezens van Arturië verder healing aan je kleine kind en aan jou nu. Laat het gebeuren en adem rustig in en uit. Wanneer je voelt dat het klaar is, kom dan vervolgens terug in je lichaam en kom weer volledig terug naar het hier en nu. Word weer bewust van de omgeving om je heen. Voel je lichaam via je vingers en je tenen. Voel goed je lichaam en zeg dan 3 maal: ik ben gevolgd door je naam. Open je ogen wanneer je klaar voor bent. Bevestig dat je volledige bewustzijn aanwezig is in het nu. En als je dat wenst, kan je jouw inzichten opschrijven. Namaste.